allemaal, welkom terug bij het kanaal van Mace Stormtroopsizer. We gaan weer verder met Uncharted 3 Drake's Deception. We waren gebleven aan de rand van de Roep Al-Kadi woestijn, waar we zijn gered door Salim en zijn mede-Bedouinen. En we gaan nu samen het karavaan overvallen te paard. Het is met name dat laatste waar ik heel erg naar uitkijk. Want het heeft nog geen enkele van de Uncharted games tot nu toe getoond. En het voeltje laat je gewoon zo voelen als fucking Indiana Jones. Like, look at this. This is awesome. Met een beetje de Arabische tunes erdoor. Salim, moeten we nog ver? Zijn er bijna. Gooi, rijd voor ons. Oh, dit is zo sick. Yeehaw! Pas op, pas op. Daar zijn ze. Gooi, ze recht onder ons. Oh boy. We komen eraan, Sully. Nee, spaar die kogels. Ze zijn te ver weg. Ze zijn buiten bereik. Dan komen we dichterbij. Hia, hia, hia. Kortere weg, blijf bij me. Zo, dit is kicken, echt waar. En het licht op die rotsformatie is ook zo mooi design. Kom op, we zijn er bijna. Kom op. I follow you. Oké, dit wordt knallen. Spring op die krat, staat op die gasten aan. Ik neem die links. Oké, dit wordt weer gaaf. Dit is echt net als in Uncharted 2. Ook zoiets. Oké, je kan weer terug op je paard. Dat is zo cool. Oké, dan gaan wij ook naar de voorste. This is badass. Dat paard rijd je nu al voor. Ja, ik zie het. Je rijdt zonder handen, jong. Kon ik de andere twee uitschakelen? Maar hij was me te slim af. Oké. Yes! Oké. Heb jij ook? Hiya! Let's go! Oké, nice! Voor de bakker. Woehoe! De buik vind ik tengels van Salima. Oké. Holy Jesus! Oh crap. Oh, karma is a bitch. Kom op, geef me je hand. Ja. Dank je, jongen. Let's go. Yalla, Hendo, Randa. Maar ik kan nu iets sturen. Oh, wacht. Oké, we zijn weer in de race. Hiya! Ga door! Hij moet vooraan zijn!
Ga door! Hij moet vooraan zijn! Zo gaat hij goed. Bijna daar. Oké. Oh. Oh, Jesus. Dit is echt zo Indiana Jones, dit. Sully, ben je daar? Oh, Sully. Nice. Dank je, Sully. Ah, zo. Hij beschermt ons nog steeds. Goeie oude zak dat het is. Oh. Komt goed, ouwe. Komt goed. Het zijn altijd de grote mafketels, hè? Kom maar op. Ik zal je leren om Sally pijn te doen. Weer te zien. Alles goed? Ja, prima. Maar verdomme, ik dacht dat je er geweest was, knul. Nou, ze deed hun best. Hoe heb je me hier in godsnaam weten te vinden? Ik heb hulp gehad. Celine. Sullivan, bedankt. Er is niet veel tijd. Ze mogen de stad niet bereiken. Ik weet niet. Hij heeft gelijk, Nate. Ik heb dagen bij die klootzakken vastgezeten. Ik heb geen idee waar Marlo nou precies naar op zoek is, maar het is zeker geen schat. We moeten ze stoppen. Drake, we moeten gaan. Nu. Jalla! Ik volg jou, Sully. Nog even geen pensioen, hè, Sully? Over mijn lijk. Sully heeft ons jarenlang gevolgd. Nu volgen wij hem. Oh, fuck. Wat een gaaf shot. Recht vooruit! In de storm? Weet je echt wel wat je aan het doen bent? Vertrouw me, Drake! Vertrouw me! Oh, oké. Okay. Hij wist Sully, dus niet wat hij deed. Of hij bedoelde dat de stad werkelijk in die storm is. Waar is Salim? We zijn hem kwijtgeraakt. Verdikke me. Dan moeten we met z'n tweeën naar Ubar. Het gaat niet. Laat ze maar gaan. Ze zijn bang. Ze voelen waarschijnlijk de aanwezigheid van de djinns. Convoy, blijf hier, Sully. Ik ga even kijken. Doe ik. Oh boy. Shit. Oh, oh. Oh, crap. Oké. Okay. Dat was niet slim. Nee. Ah. Oh, crap. Oké, okay, dit is moeilijk. Dit is echt heel moeilijk. Au. Oh, wat de hel. Oké. Okay. Dat werkt dus ook niet. Ze zien me allemaal meteen. Hij is dood. Ja, dat zie ik. Oké. Okay. Au, 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 au. Oké.
Nou, nee, kom op. Wat de hel, jongens? Goh. Oké, ik wil nu echt keihard gaan vloeken. Hoe ver moet je in hemelsnaam komen voor het volgende checkpoint? Dit is niet cool. Helemaal niet cool. Nee, auw. Fuck. Ja, hoe kon ik dat weten, zeg? Oh, ik heb hem al. That was easy. Ik dacht dat dat... Auw. Ik blies bijna mezelf op. Fuck. Oké. Oeh. Oké. Oh, nee. Oh, fuck. Ik kan niet knokken met snipers overal. Die gozers moeten gewoon eerst weg. Laat een raket werpen! Oké, raketwerper, toppie. Laat een schatwagen op met een raketwerper! Oké, sluipschuttersgeweer. Probleem is, ik heb maar één raketwerperschot gehad. Oké, misschien dat een paar granaten kunnen doen. Oké, ja, dat deed het hem. Mooi. Nu kan ik tenminste wat dichterbij komen. Oh, leuk. Oké, nice. Oké. Dit is intens. Oké, top. Nu die sniper nog. Oké. Dank je, Sullivan. Oh, dat was vervelend. Oké. Nu naar Ubar. Kom, we gaan naar binnen. Yep. Moet je dit zien? Dus het staat echt ongelooflijk. Oké, this looks pretty badass. Cool. Iram van de Pilaren, vervloekt door God voor zijn arrogantie. Je zult het maar moeten poetsen. Het is gigantisch.
Oh, hey. Ik heb dat boekje van je weggeplukt bij Marlo. Dank je, Sully. Dat pas zou komen. Nog niks verleerd. Eens kijken wat er gebeurt. Ik heb iets gevonden. Oh, zo. Oké. Dat laten we even doen door Sully. Nou doet Sully even wat hij doen moet. Oké, eens even kijken. Oh ja. Oh! Oké, zo. Kijk, dat soort dingen zijn nogal subtiel. Nee. Jij moet naar die andere schakelaar. Duly noted. En... Huppakee. Weer klaar? Ja. Nu! Oh, wauw. Oh, wauw. Welkom bij het Atlantis van het Zand. Het werkt. Om met Victor zelf te spreken, krijg nou tieten. Oh, wauw. Shambhala was mooi, maar dit is ook wel even wat, hoor. Allemachtig. Het bestaat dus echt. Oh, god. Wauw. Victor Sullivan. Welkom in Ubar. Looks wonderful. Maar toch, het feit dat we maar met z'n tweeën zijn, helemaal niemand verder, niet de bad guys, niet Elena. Impact voelt toch een beetje minder qua emotie dan in Uncharted 2. Ik loop weer dood. Jezus, hoe komen we in godsnaam beneden vanaf hier? En een treasure. Oké. Zo, echt moet je die architectuur zien. Dat is fantastisch. Het is ook doodstil. Waar zijn Marlo en Talbot? Ongelooflijk. Dus zo konden de mensen hier overleven. Ondergrondse bron. De hele stad maakt gebruik van een ondergrondse bron. Het is schoon. Wat bizar dat hij nog stroomt na al die jaren. Dat heb je. Met waterbronnen. Oh man. Wat is dit? Wat de hel? Hoe kan dat opeens? Moet je dat nou eens zien? Wat? Wat? Nee. Sully! Sully! Help! You sons of... Toe. Nee, dat meen je niet. Sully. Mijn god! Oh mijn god, wat de hel! Jullie fucking eikels! Hoe kon je dat doen? Oh man, nee, het is nou echt kwaad. Oh shit.
Wat de... Demonen van rokend vuur. Als je ze doodt hier, dan worden ze... Dan veranderen ze in djinns. Wat? Zo! En erger is nog, ze schieten ook gewoon door. Wat? Waar is hij? Oké. Je moet ze dus twee keer killen. Waar zijn ze? Ik laat ze hier voor boeten. Sally die verdiende beter dan dit. Hebbes. Oh shit, daar is de andere. Auw, wat de... Oh shit! Oh crap! Harris. Ik heb ze. Maar waar is Sally's lijk? En die eclipse. Hoe kan dit? Er is iets met deze stad aan de hand. Maar mijn god, Sally. Nou, alles wat ze hebben meegemaakt en dan als een hond neergeschoten. Mijn ogen, die zijn echt wel vochtig nu hoor, jongens. Oh, nee. Albert, kom verdomme terug, vuile klootzak! Wat is hier aan de hand? Oh, Jesus. Echt, nee, het klinkt moordlustig, joh. Kom terug, vuile! Waar is hij nou? Oh man, dit is een hallucinerende trip weer. Dit kan niet. Waar ben ik, verdomme? Dit is Cartagena. Daar ben ik sinds mijn jeugd niet meer geweest. Colombia. Wat gebeurt er met mij? Oh, Jezus. Oh, nee. Oh, nee. Rennen. Dat kan niet kloppen. Dit is niet echt. Oh my god. We zijn weer jong. Oh, nee! Jemig. Waar gaat dit eindigen? Wat? Nee. Oh, dat is sadisme. Nee. Echt waar. Nee. Oh, moet ik hieraan toegeven? Nee. Ik geef hier werking. Nee, ga weg alsjeblieft. Oh god. Daar weiger ik aan mee te werken. Oh, Jesus. Oké. Scratch that over dat alles, het... Alles beweegt. Ik moet hier weg. Dichtbij... onder invloed kwam. Nee, dit kan dit niet.
dit is een heel nieuw niveau. We zijn weer waar we begonnen. Wat is echt en wat niet? Er is geen uitweg. Oh, nee. Oh nee, de djinns. Ik maak ze af. Maar zijn die ook echt? Zo, oké, dat is veiliger vanaf het afstandje. Sally vermoord! Harris. Maar waren ze echt? Die djinns die we voor de fontein zagen, dat was voor de hallucinatie. Maar nog steeds, wat is hier echt een nep? This is downward crazy. Ze mogen dan misschien niet echt zijn. Ze gaan dood door mijn kogels. So that's one thing. Oh, man. Je hebt Sally vermoord. Nee, dit kan niet echt zijn. Kan niet echt zijn. Ik moet hier weg. Auw. Ik moet hier weg. Ah, nice, een sniper. Oh, zo! Oké, ze smijt met vuurballen. Duly noted. Nee, dit kan niet echt zijn. Dit kan niet echt zijn. Harris. Hou je kop erbij. Hou je kop erbij, Nate. Kom op. Ik zou wel willen, maar dit is niet tegen te houden. Wat Talbot ook gedaan heeft, dit is sterk spul. Sally? Sally! Hey, Sally! Nee, hij is dood. Hij is... Sally, ik... Nee. We zijn helemaal alleen. Wat de... Oké, dit is trippy as hell. Wat betekenen die hallucinaties? Is dat?
is dit? Wow! Oh mijn god. Ah. Iemands grootste vijand is zijn eigen waanzin. The Dreamers of the Day. Will act with their eyes open to make their dream a reality. Nou. Dit is geen reality, dit was verknipte waanzin. Maar het lijkt nu over. Waar zijn we hier in hemelsnaam? Heeft hier flink wat water gestaan? Aan al die begroeiing te zien. Ah, we zijn in de diepere delen van de stad. Dit is de waterbron. Het gaat beginnen, klootzakken. Oké. Okay. The Dreamers of the Day. Het is afgelopen, Drake. Think again, motherfucker. Okay. Doei. Ho. Oh boy. Granaat, wegwezen. Oh shit. Oké, jullie zijn echt hardnekkig, zeg. Oh shit! Oké. Sally? Zeg niet dat dit nep is. Alles goed? Man, ik heb wat meegemaakt. Wat heb jij nou? Hoe weet ik dat je echt bent? Ah! Voelt dat echt genoeg voor je? Oh my gosh, hij leeft nog. Richt nooit meer een wapen op me. Maar was dat neerschieten ook net? Je werd neergeschoten. Na de zonsverduistering. Wat? Zonsverduistering? Luister, Knul. Je werd gek toen je van die fontein gedronken had. Oh. Het is het water. Dat heeft de stad verwoest. Dat het hallucinatiegif is. De hele watervoorraad is vergiftigd met een soort spul waarvan je hallucineert. Daar werd iedereen gek van. De stad die heeft zichzelf verwoest. Dat willen Marlo en Talbot hebben. Controle door angst. Ja. Met dat gif kunnen ze het. Cutter zei nog, macht over hun vijanden door angst. Oh shit, het is die angst.
Sloten vol. En het zit in het koperen vat van koning Salomo, volgens Salim. Het slaat nergens op. Hoe denken ze dat water hier vandaan te krijgen? Nee, niet het water. Het gaat om wat erin zit. Wat bedoel je? Oké, wacht eens. Luister nou heel even. Salim vertelde me dat Iran vervloekt werd toen koning Salomo de kwade geesten van de djinn ving in een vat van koper en hem in de diepte van de stad gooide. Ze gaan dat vat opvissen. Een geest in een fles. Het klinkt gek. We hebben wel gekker dus jij gezien. Jij denkt dat Elizabeth en Dee Francis Drake daarom hierheen stuurden? Ja. Ze zaten niet achter de schat aan. Ze wilden macht. Maar Francis Drake hield het tegen. Gestuurd was, blies hij de missie af. Hij loog tegen de koningin, zei dat hij niets had gevonden en wist alle sporen van zijn reis uit. Slimme man. Veranderde alles. Nou, wij weten het niet beter dan Sir Francis. Kom op, we gaan naar beneden en maken er een eind aan. Samen. Voor altijd. Daar bedoelde hij niet alleen Marlo mee. Oké. Moet je dit zien? De hele stad rust op deze grot. Ziet er nogal wiebelig uit. Dat is een understatement. We moeten een weg omlaag vinden. Ja, alles is uit deze rotsen gehakt op een of andere manier. Het verbaast me dat het nog zo lang stand gehouden heeft. Dank God dat we Sally terug hebben. Maar Nate verloor echt zijn verstand. Hij wordt een helskarwei. Ben je er klaar voor? Meer dan ooit. Hij was gewoon bezeten van razernij en bloeddorst om Sally te wreken. Het is een kant die we bijna nooit van Nate te zien krijgen. Ongelooflijk. Dus zo krijgt het water in de oppervlakte. Het is meer angstaanjagend. Allemachtig. Moet je het plafond. Het verbaast me dat de boel nog steeds niet ingestort is. Ik snap niet dat alles nog overeind staat. Iets zegt me dat jullie ons zojuist hebben gejinxed. Nate is nogal beroemd om zijn reputatie steden te laten instorten. Is dit een treasure? It is. Looks nice. We moeten naar de andere kant. Help eens met deze deur. Shit, bukken! Cheery. Hier, zo'n cobra. Waar bukken we nou eigenlijk voor? Ik zag niks. Nou. Oh, daar. Oké, dat was op een nippertje. Juist. Ik ben echt dol op die pistool. Oh, nice. Kan pas komen. Nee, niet die. Zo. Oké, veilig. Deze kant op. Dat is geen treasure. Sally? Oké. Ah, shit. Sally, we hebben gezelschap. Auw. Zo, wie deed dat? Oh, jee. Verdekking. Oeh. Oké. Ze worden echt vervelend. Oké, let's go.
weerkantje wordt. Oké, daar zit een raketwerper, dus we moeten voorzichtig zijn. Oh, crap. Ik dacht dat ik het verrassingselement had. Ah, crap. Crap. Oh, come on. Shit. Oh shit. Nee, you son of a... Oké. Godverdorie, daar... Dit is echt een pain. Bukken! Oh shit. De verdediging die wordt steeds intenser. Moeten ze flink op de hielen zitten. Duiken. Ze gaan overduidelijk het water in. Hey. Mooi. Deze gaat met mij mee. Dat komt vast nog van pas later. Sorry, help me even. We moeten hier door. Where are they? Pas op! Voorzichtig optillen. Daar hebben we hem. Het vat van koper. Dat kan je niet menen. We moeten dat ding vernietigen. Nog ideeën? Nou, we zijn flink in de minderheid. We gaan uit elkaar. En dan van de zijkant. Ja, maken we meer kans. Oh boy, iets zegt me dat iets fout gaat. Talbot. Ho! Zo! Sally! Sally! Nee! Oh, kut. Ik heb je ouwe. Wat doen we daarmee? Haha, tot ziens. Met je knullige wapen. Oh boy, ik wist dat het van pas zou komen. Rennen! Oh shit, ik denk dat dat een kogel te veel was. Kom op, Sally. Kom op. Zeg me dat je geen water hebt binnengekregen. Ik geloof het niet. Oh man. Daarom hebben wij nooit mooie dingen. Kom op, we moeten. Wat ze makkelijk instorten. Oh crap. Als ik geld geef voor elke keer dat je dat zegt. Groot gelijk. Iedereen eruit. Daar hebben ze last van. Au. Volgens mij zitten ze daar niet mee. Maar ik wel. De stad gaat naar de kloten. We moeten hier wegkomen. We moeten hier weg. Snel. Ja, weet ik, maar het zijn er niet te veel. Terugtrekken.
Oké. Kom op, fuck. De hele boel stort in. Ah, fuck. Oké, ik word het echt zat. Ze zijn met veel te veel. Zo. Oké, ik dacht dat die granaat me niet raken kon. Volgens mij zitten ze daar niet mee. Maar ik wil! Oh mijn god, de stad gaat naar de kloten. We moeten hier wegkomen. We moeten hier weg. Snel. Nee, raak hem. Verdomme, echt. Kunnen ze echt goed kappen met dit aardgebeef? Nee, hey. Kijk uit! Ik kom echt 20 kogels in ze en ze lopen gewoon fucking door. Wat is er mis met die klootzakken? Sally, hierheen! We moeten hier weg! Kom, ik heb je hulp nodig! Oh, shit! Nog meer! Bukken! Hier op omhoog, oké? Oh shit, drijfzand. Ik weet het niet. Kom op, Knoop. Ik trek je omhoog. Nathan. Oh, nee. Zij verdient het niet. Ben je die naam waardig? Verdient dit, zoals Francis het verdiende. Van Elizabeth. Bewijs je grootheid. Hij heeft niets te bewijzen. Niets te bewijzen. Ah. Nou, geef me je hand. Je kunt het niet laten kraperen. Dat kan hij wel. Nee, geef me je hand, verdomme! Zo bewijst Nate zich. Pak vast! Wat doe je nou, man? Met het onzelfzuchtig redden van levens. Het lukt niet! Ga er nou vandaan! Hou vast! Doei! Nee! En de ring. Nate! Nee!
Kom op. Je bent... Hierboven. Opschieten. Sally, we moeten hier zo, weg. Zo, voor Marlo hele zijn we af. Stort in. En Nate heeft zijn karakter voltooid. Goed, goed mikken. Oh boy. Kom op. Oh crap, kom op, wat doen we? Shit. Opschieten, oh my god. Ga door! Ik krijg gewoon Uncharted 2 flashbacks. Nee, toen krijg je toch elke keer voor elkaar de halve stad te vernietigen. Oh my gosh. Oh shit, wat doe ik? Oké. Hierheen! Talbot! Het moet ook gewoon eindigen met jou, hè, klootzak? Nou, ik krijg er van langs. Wel een hardnekkig, hè, jongen? Kijk. Dat helpt niet. We redden het niet. Salim! Snel, weer op. Toch nog tijd. Sneller! Kom op! Atlantis van het zand is voorgoed gezonken. Mijn god. Dat waren de ongelofelijke rijkdommen. Ah, wat zijn rijkdommen nou? We hebben Sally terug. Oh, dat is Sally, niet veel, toch? Hè? Het is genoeg. Wijze woorden, ja. Sally. Ja. Let's go. Naar het weinige dat je hebt. In de vorm van Elena.
Wacht even, Nate. Gaat het? Ja. Ik wil je alleen even iets zeggen, dat is alles. Oké. Wat is er? Luister, ik had een slechte vader. Een slechte jeugd. Toen ik 40 werd, besefte ik dat ik zelf nooit een zoon zou hebben. Oh. En dat wou ik ook nooit. Wat weet ik nou over kinderen opvoeden? En toen kwam jij mijn leven binnenstormen. Echt niet. Nee, luister. Het moet wel. Ik heb veel fouten gemaakt, knul. Heel veel. En ik ben zeker niet perfect. Wat? Is toch geen aanzoek, Sally? Ik hou van je, maar... Stop. Kun je gewoon heel even niet zo bij de hand doen? Hoe lang heb je die al bij je? Is dat... Te lang. Oh my god, dat is zijn trouwring. Ik was hem kwijt. Hij heeft hem luister al die goed, tijd knul. Bewaard. Ach. We kunnen niet kiezen hoe we ons leven beginnen. Het gaat erom wat je zelf van je leven maakt. Oh, dat. Sully, je bent fantastisch. Ach. Kies hey. Elena. Hey. Ga je weg? Misschien. Ik vind het echt jammer van je ring. Maakt niet uit. Ik heb me voor iets beters geruild. Ah. Oh, geweldig. Oh my gosh. Kom, dan gaan we hier weg. Ah, ja. Dat is zo schattig. Oh my gosh. Sully, ik ben je kom, meer dan ooit dankbaar. We moeten hierheen. Maar... Kom op. Vertrouw me. Wat gaan we doen? Oh man. Oh, het is een watervliegtuig. Dat is de kist waarmee jullie 4 jaar geleden crashten. Maar ja... Kom op. Eens kijken of ik nog weet hoe je zo'n ding van de grond krijgt. Er zijn toch wel parachutes, hè? Oh, ja. 3? Min of meer. Oké, dat was top. Dat was een heel mooie afsluiting. Oké. Dat was Uncharted 3, Drake's Deception. Echt heel mooi. Niet zonder minpunten. En ik merk wel dat het op sommige stukken echt een stuk minder geraffineerd was dan Among Thieves. Maar al met al, dit was een badass game met veel karakter, emotie. Sikke actie, af en toe heel... frustrerend tegen het einde toe. Maar echt een heel erg goede game tot dusver. Ik ga hem uitgebreid bespreken in een aparte video, want ik zie dat de tijd echt om is. Ik hoop dat jullie van deze playthrough genoten hebben. Ik zeker weten. En ik zie jullie bij de volgende video bij het kanaal van Meester Stormtroopsizer. Goodbye.